De Nola Hatterman Art Academy die heeft er na 4 jaren 2 jonge kunstenaars afgeleverd aan de Surinaamse maatschappij. Het gaat in deze om de heren Geldorp en de heer Sisa. Wij van de TBN Prime Alert waren er ook aanwezig bij het Nola Hatterman Art Academy, waar we dan achterin volgens spraken met onderdirecteur cultuur, de heer Clifton Braam, gevolgd door de coördinator van het Nola Hatterman Art Academy, de heer Sunil Puljoen, en vervolgens de jonge kunstenaars die zijn afgestudeerd. Nou, ik sta tussen de werken van de heren en als dit hun afstudeeropdrachten zijn, nou, dan belooft het allemaal heel veel te worden voor deze 2 jonge kunstenaars die toch wel heel veel willen gaan bereiken binnen kunst van Suriname. Het afstuderen van 2 leerlingen, 2 studenten, die hebben vandaag dus de uitslag gehad, hoe het is geweest de afgelopen periode. En ze hebben het gehaald en daar zijn wij van het directoraat cultuur ontzettend trots op. Cultuur en kunst gaan hand in hand. Zeker, dat kan niet anders. Cultuur zijn de uitingen van de mens. Het is wat je bent en hoe je bent. En daar is kunst natuurlijk sowieso aan gekoppeld. Nou, we weten dat het Nola Hatterman Art Academy kunstenaars heeft afgeleverd van klasse. Hoe is het beleid vanuit het directoraat cultuur gericht, heer Braam, om dit verder... Om de kwaliteit steeds te waarborgen of zelf hoger te brengen? Nou, zoals bijvoorbeeld daarnet gezegd is geworden door een van de bestuursleden. Nola Hatterman Art Academy lijkt klein, maar de outcome is ontzettend groot. Toch? Zoals u eerder ook heeft gezegd, het zijn topkunstenaars die hier worden afgeleverd. Niemand krijgt ook iets gratis. Je wordt keihard beoordeeld, je wordt goed begeleid, je wordt goed opgeleid, waardoor de kunstenaars in het veld, allemaal die komen vanuit Nola Hatterman Art Academy, we trots op mogen zijn. En het directoraat heeft daarbij gemeend om weer goed te kijken naar het beleid. Waar kunnen we nog meer doen? Wat moeten we nog meer doen internationaal? Als er mogelijkheden zijn dat we internationaal gaan samenwerken, moeten we dat ook hebben. Niet zo lang terug hebben we hier gehad uit Jamaica, een vertegenwoordiger van Manly University, om ons ook richting te helpen geven. U weet dat voor ons nu belangrijk is dat we gaan naar wat scholing betreft een A, B, C, D pakket. En het D pakket wordt uiteraard kunst en cultuur. Dus dan moeten wij natuurlijk gaan kijken van in hoeverre zijn we ready? Wat moeten we nog doen? En het directoraat cultuur trekt daar ontzettend hard aan. We zitten vaker met het bestuur van Nola Hatterman Art Academy, met de coördinatoren, de mensen die hier bezig zijn. Weet je, omdat we een beetje onderschatten hoe belangrijk kunst is voor een land. Maar ik denk dat we langzaamaan dat nu een beetje beter kunnen begrijpen en cultuur geeft daar helemaal invulling aan. En als dit dan de afstudeerwerken is van deze 2 jonge heren, dit zegt u dan, dit is veelbelovend? Zeker, dat hebben we daarnet ook aangegeven. En we hebben ze ook aangegeven van luister, maar je bent nu afgestudeerd, maar die deur staat nog steeds open om alle kleine extraatjes die je kunt meenemen. Zoals bijvoorbeeld al die andere mensen, zoals meneer Klasse, al die andere mensen die hier zijn afgestudeerd, die zijn gebleven. Meneer Puljoen, die is hier afgestudeerde coördinator, maar hij is gebleven. Hij kwam dagelijks om een beetje te piepen en om een beetje meer te weten te komen. Vandaag is hij de coördinator. Dus wij hebben ze aangegeven, je bent nog niet klaar. Nu begint eigenlijk het grote werk. Nu ga je die wereld in. Nu kom je tussen al die grote jongens die er al zijn, weet je. En nu ga je jezelf moeten bewijzen. Dus nu begint het werk. En als onderdirecteur, heer Braam, had u wat adviezen naar deze 2 jonge kunstenaars? Zeker. Een belangrijke zaak welke ik heb meegegeven is doorzetten, is doorgaan. Ik heb het ook gehoord zonder dat ik het wist. Eentje had zelf in zijn hoofd 3 keren om af te haken, weet je. Maar belangrijk is dat we moeten kunnen doorzetten. In een wereld waarin we vandaag leven, in een land waarin we vandaag leven, zien we dat vele mensen gauw geneigd zijn om de handdoek in de ring te gooien en zeggen, ik geef op. Nee, je hebt een bepaalde droom. Je wil ergens naartoe. Je gaat die tegenslagen krijgen. Het gaat niet altijd over een leien dakje, maar dat maakt je sterker. En dat hebben wij ook aan ze meegegeven. En dat wil ik meegeven aan alle kunstenaars en alle artiesten. Je hebt iets voor ogen.
ga ervoor wat er ook gebeurt. Heb geloof in jezelf. Twee afgestudeerden vandaag, welke zijn geleverd aan de Surinaamse maatschappij. Na hoeveel tijd hebben wij weer afgestudeerden hier vanuit het Nola Hatterman? Het zijn twee studenten die gedurende 4 jaar hier gezeten hebben. En het traject is namelijk dat als je in je 4e leerjaar zit, dat je dus dan die examen moet doen. En dat is ook gebeurd. Dus het zijn twee studenten die dus na 4 jaren hun eindresultaat hebben laten zien. En de gemeenschap zal zich afvragen in 4 jaar maar 2? Nee, zeker weten, zeker weten. Maar u moet weten, het is een expressievak. Het heeft te maken met het volhouden. Altijd is het voorgekomen dat de NOLA start met x aantal kinderen. En als ik heb over x aantal kinderen voor nieuwelingen, dan gaat het rond de 15 kinderen, 20 kinderen die zich inschrijven. Voor NOLA is dat al best wel veel. Dat zeg maar een 20-tal kinderen die dus dan in het begin van het schooljaar kiezen om een opleiding hier te volgen. Maar uiteindelijk gaat het om het volhouden. Hou je het als student vol? En de ervaring leert dat er altijd uitvallers zijn. En gaandeweg het proces, wanneer studenten van de eerste leerjaar naar de tweede leerjaar moeten gaan, dan heb je misschien nog, zeg maar, nog 15 die overblijven. En naarmate je dan de leerjaren vordert, wordt er wat meer, er wordt wat meer eisen gesteld, er wordt kritischer gekeken naar je werkstukken. Men zegt van, hoe beter je bent, hoe kritischer er naar je werkstukken gekeken wordt. Maar uiteindelijk moet die kritiek te maken hebben met, het moet die opbouwen voor jou zijn. Die kritiek is altijd goed, want je moet weten waarmee je bezig bent. Wij als begeleiders moeten de studenten kritisch kunnen gaan begeleiden. En dat is wat wij doen. Maar er zijn ook uiteenlopende reden waarom soms studenten afhaken. En wij mogen niet ontevreden zijn wanneer we zeggen van hé, we leveren dit schooljaar 2 af. Het komend schooljaar is dan wel weer een grote groep. Dan zitten we weer op een groep van 5. Dus het is afwisselend. Soms heb je 2 studenten, soms 3 studenten, soms heb je 5. 3 jaren terug hadden we rond de 6 studenten die waren afgestudeerd. Dus we mogen niet ontevreden zijn dat er 2 studenten zijn afgeleverd. Kortom gaat het erom dat het gaat om 2 studenten die kwalitatief goed werk geleverd hebben. En daarom zijn ze er doorheen. Waarop worden afgestudeerden beoordeeld? Een van de belangrijke dingen, dat zijn de creativiteit, originaliteit. Dat zijn de 2 meest belangrijke criteria's die gehanteerd worden. Los van alle technische vaardigheden. Maar creativiteit en originaliteit, dat zijn toch wel de 2 belangrijke meetmomenten waarop de studenten beoordeeld worden. En wat heeft u als coördinator gezien in deze 2 jonge kunstenaars? Het zijn wel veelbelovend kunstenaars. Uiteindelijk hangt het ook af van hun. Want wij hebben vele studenten, NOLA heeft heel veel studenten afgeleverd, maar op een gegeven moment zijn het ook andere situaties die maken dat studenten dus dan niks meer met het vak doen. Dat is te begrijpen. En wij gaan ook niet aan studenten, zeg maar, zoeken van waar die studenten zijn. Wat doen die studenten? Uiteindelijk is het iets waarmee zij geconfronteerd raken. Hoe sterk sta je in je schoen om verder te gaan met kunst? De kunstwereld is heel groot. Dan heb ik niet alleen kunst in Suriname. Maar uiteindelijk, als je afgestudeerd bent, wil je zeker gaan competen met de buitenwereld. En de buitenwereld is heel groot. Sta je niet sterk in je schoenen, dan verzuip je. En je verzuipt om dan weer niet meer boven water te komen. Dus dat zijn ook momenten waarbij we studenten op de hoogte houden. Wanneer ze afstuderen, dan pas begint het eigenlijke werk. Want je krijgt niet een noemenswaardige begeleiding meer. Je hebt een bagage gehad, wat doe je met die bagage? Dus dat is uiteindelijk toch wel belangrijk, dat de keuze bij de student ligt om verder te gaan of na een paar jaren te zeggen van nee, ik stop. Als u bent coördinator, maar ook zelf kunstenaar, Hilpul Jun, welke adviezen had u naar deze 2 jonge kunstenaars toe? Zeker weten dat belangrijke adviezen zijn namelijk, je moet weten, je bent 4 jaren hier zo. Je hebt hier zo allerlei ontberingen mogen doormaken. Je hebt allerlei soorten standjes van begeleiders moeten krijgen. Maar je hebt als student toch die 4 jaren doorstaan. Dus die advies die naar mij uitgaat, is van mijn kant naar de studenten toe uitgaat, is namelijk om die discipline, die werkdiscipline.
Niet dat je eens in een blauw jaar of in een blauwe maand een halve werkstuk maakt. Het is een doevak. Het moment dat je zegt van hey, ik ga werkstukken maken die eigenlijk in een maand een halve werkstuk of in een jaar een werkstuk. Dan heb je een bepaalde routine die je mist. Die routine die je is aangeleerd, die routine mis je. En het is daarom belangrijk om nu na je studie te blijven werken. Vaker heb je studenten die beginnen alvast te denken aan geld. Wij zeggen studenten, aan onze studenten, denk niet aan dat geld. Dat geld komt vanzelf. Belangrijk is, je hebt ervoor gezorgd dat je hier 4 jaar gezeten hebt. Je bent afgestudeerd, wat nu? En het wat nu, dat is dat je moet werken. Dat is het enige wat je zou moeten doen. Je gaat in de maatschappij kritiek, vanuit de maatschappij kritiek krijgen. Kritiek moet je kunnen zien als iets dat je kan gaan opbouwen. Het maakt niet uit of het nou, want je hebt soms kritiek waarbij je denkt van ja, waarop slaat dat nou ergens? De goede dingen neem je op, de slechte dingen die laat je achterwege. Gillian Geldorp, pas afgestudeerd aan het Nola Hatterman Art Academy. Hoe voelt dat? Ja, het voelt leuk. Ja, het voelt er leuk en prettig aan, ja. Ja. Mm-hmm. Hoe zijn de 4 jaren geweest voor u? Wel, we waren een beetje, like, zeggen, up and downs, maar dat ding is gewoon echt doorzetten. Los van wat andere mensen denken, ja, they're just crazy people, I don't know. Maar ja, het was wel leuk. Veel motivatie, eigenlijk moet je eigenlijk dat zelfmotivatie hebben, voordat iemand je andere motivatie gaat geven. Eigenlijk, ja, dus dat. Ja, en het schilderen, kunst, ja. Van wie heb je dat? Schilderkunst, dat is van mijzelf. Like, ja. Van mijzelf, van natuurlijk kan ik schilderen, God given. En ik ben hier gekomen om het like, zeggen, te sturen en wat ervan te maken. Ja. En ik merk dat dit uw werken zijn, ja. Waarmee u bent afgestudeerd. Kunt u een beetje vertellen over uw manier van kunst? Oh, mijn manier van kunst is, like, ik was meer in het technisch gedeelte, maar om het nog interessant te maken, wil ik relief gebruiken. En, wat ik hier heb gebruikt als voorbeeld zijn bloemen. Mm-hmm. Omdat ik ben gefascineerd van bloemen. Ik just love them, omdat ik I love nature. That's the thing. En ja, dat is het. Ja. Wat me heel dus prachtig, maar opvalt, is dit. Ja. Je techniek, wat is dit? Dit is relief technisch, om het een beetje leven te geven, grof gedeelte te maken. Ja. Ja. En u zei, u wordt bloemen, dat natuur is jouw ding. Yes. Ja, it's just the tip of the iceberg of the thing. Ik heb nog meer, like, nog meer plannen, ja, okay. Voor dit. Wat is uw droom? Wat wilt u bereiken op kunstgebied in Suriname? Met uw droom? Zo. Ik heb echt niet naar die dag gekeken wat mijn droom is. Mijn droom is gewoon just okay, to be. De kunstenaar worden, yeah. Werken verkopen voor Suriname en het buitenland. Ja, werken verkopen, maar ik heb het meer over om meer te werken. Ja, meer te werken aan dit hier. Yes. En zijn er Surinaamse kunstenaars naar wie je opkijkt? Ja, Surinaamse kunstenaar bijvoorbeeld als meneer Vleiders. Ja, Kenneth Vleiders, Sunil Poyoun, Kurt Naar, ja, zulke dingen. En Humphrey, ja. Helemaal. Gefeliciteerd. En we zullen zien of we meneer Geldorp binnenkort zien met een solo, dan wel een groepsexpositie. Ja, solo, dat komt door hard werken, ja. Sissa Leon, ook een van de afgestudeerden bij het Nola Hatterman Art Academy. Hoe voelt dit moment aan? Geweldig. Hoeveel jaren heeft u hier gezeten? Ik ben sinds 2010 hier ingeschreven. Maar soms financiële en ben ik steeds afgehaken. 2 tot 3 keren. En probeerde andere opties. En ik zie dat dit is wat ik moet doen. En uiteindelijk zei ik van, ik rond het dit jaar af. En dat heeft u gedaan? Ja. En dat voelt er geweldig nu. Precies. Yes. Ja. Wat wilt u bereiken op kunstgebied in Suriname? Zo, in kunst wil ik heel veel doen. In Suriname. Ik weet niet hoe morgen eruit ziet, maar ik wil voor het best gaan. Ja. Wat kunt u ons vertellen over uw werken? Zo, mijn werken gaan meer over
het relatie van Marokkaanse kinderen in de stad en Marokkaanse kinderen in het binnenland. Wat je meestal hebt in het binnenland, als je van de stad komt, krijg je de gelegenheid van jouw ouders, zowel ouders van de Marokkaanse kinderen in het binnenland, jullie krijgen de gelegenheid niet om van elkaar te leren. En dat vind ik heel jammer, want wij hebben een andere opvoeding hier in de stad en daar in het binnenland een andere opvoeding. Ja, en er zijn zoveel dingen die gebeuren en waar we van elkaar kunnen leren. Dus als ik daarnaar kijk, dan zei dat Maron kinderen in het binnenland, want dat ziet u ook aan de klederdracht. Ja, daar heb je twee figuranten van twee jongens. Mm-hmm. Als je goed kijkt, zie je aan de linkerkant, eentje is met een direct arm jockey. En die andere is met een kamisa. Mm. Ja. Ze zijn bezig reis te Stamburg. Ja. Ja. Hij is van de stad. En die in de jockey is van de stad. Okay. Ja. En die andere is van het binnenland. En bij die twee dames? Bij die twee dames zijn er twee zusters. Mm. Eentje van het binnenland en eentje van de stad. En waarom merkt u dat? Als je naar die haren kijkt, ziet u het gelijk. En eentje heet een angisa aan. Wel, ik werk expressionistisch en dus vandaar de kleur zo expressie is. Ja, dus als je dan, ik doe het soms met het haarkapsel, soms met kleding, dus hangt af. Ja, dus de kleine elementen. Ja. Daarin zit het verhaal. Ja. En uw droom, wat wil meneer Sisa over enkele jaren bereiken op kunstgebied in Suriname of internationaal? Na schilderen, voorbeeldende kunst, deed ik comic book. Ja, maar omdat ik die materialen niet kon permitteren, heb ik overgeschakeld naar beeldende kunst. En ik zei van, ik maak een shortcut van de school. Ik rond de school af, no later man. En daarna kijk ik wat ik verder kan doen. En ik wil verhalen vertellen door middel van kunst. Ja. Maar u zei, ik begrijp u volkomen, u zegt, u bent begonnen met comic books, ja. Maar vanwege gebrek aan financiën kunt u dat niet waarmaken. Ja. Maar nu is het social media, dus waarom doet u het niet daar? Ja, dus ik bedoel met die materiaal bedoel ik, voor comic book heb je een digitale tablet nodig. Om je characters te kunnen designen, inkleuren, ja, heel veel. Ja. In comic book gebruik je meer digitaal. Dus ik denk binnenkort, wanneer meneer Sisal één van zijn werken heeft verkocht, dan kan hij sowieso, ja. dan kan hij sowieso een digitale tablet aanschaffen. Ja. Of een van die geavanceerde tablets aanschaffen, ja. Om je droom dan waar te maken. Precies.